In deze video probeer ik uit te leggen hoe je in een tijdschrift of als je een werkstuk moet maken, een mooie nette opmaak kunt maken. Hierbij gebruik je een soort van frame, dat noemen we een stramien, hoe de pagina is opgezet. En je zorgt ervoor dat je niet al te veel verschillende koppen in het plaatje gaat krijgen. En de koppen die hetzelfde zijn, zoals in dit voorbeeld bijvoorbeeld de tussenkopjes, dat die allemaal hetzelfde lettertype hebben. En dat dan in een heel werkstuk. Dit geeft meer rust en is dus duidelijker als je iets wil laten zien. Als je een tijdschrift gaat maken, kun je wat meer variëren. Je hebt dat waarschijnlijk in echte tijdschriften ook wel gezien. Je moet dus van tevoren bepalen, wat ga je maken? Ga je een werkstuk maken waarin iets wat soberder gewerkt wordt? Misschien zou je dan kunnen zeggen, dan kom je op de rechterpagina terecht. Of ga je een tijdschrift maken? Daar staan wat meer kleuren en dergelijke dwars door elkaar heen, dan kom je misschien wat meer op de linkerpagina terecht. Ik heb hier een combinatie van beide gemaakt, omdat het de bedoeling is dat je leert hoe je deze zaken opzet. Als eerste zie je hier deze pagina met van alles erop. Hoe heb ik dat bedacht dat dat zo is? Nou, ik heb eerst bedacht dat ik een stramien moet hebben. Die heb ik nou even uitgezet, maar die kan ik er eventjes overheen plaatsen. Hier zie je een stramien eroverheen geplaatst. Ik heb van tevoren bedacht, nou, bovenaan op de rechterpagina wil ik altijd een grote foto hebben. Op de linkerpagina de titel van mijn artikel met een uitspraak erboven. Hier kan ik neerzetten wie het artikel gemaakt heeft. Hier een plaatje, daar zou je, en dat zie je in veel tijdschriften, de schrijver van het artikel in kunnen zetten. Of je kunt natuurlijk ook het onderwerp met een plaatje erin doen, een logootje of zo, kan hier. Hier een kleine foto met een stuk tekst. Hieronder nog een foto met een stuk tekst. Dat deze stukjes ietsjes kunnen verschuiven, of dat van de een naar de ander gaat. Dat hier de foto niet hier staat, maar de tekst hier en de foto daar. Daar kun je zelf een beetje in variëren. Maar ik ben ervan uitgegaan dat ik twee kolommen heb waar alles in zit. En ik ben ervan uitgegaan dat ik die kleine stukjes hier, dat is in principe een halve kolom. Of eigenlijk is dit één kolom en dit zijn steeds twee kolommen bij elkaar. Maar dat zullen we zo zien. Bestand, nieuw document, aantal pagina's, doe maar 10. We hebben er meer nodig. Het is een A4'tje, dat is mooi. Kolommen per pagina doen we er 5 van. Tussenruimte laat ik even staan zoals het is. Ik maak hier een 15 mm overal vandaan en ik maak hier 3. En ik zet dat ook overal. Ik druk op OK. En je ziet hier één pagina met 5 kolommen. Waar ik net steeds 2 kolommen samenvoeg om de tekst op te zetten. En hier nog een keer en dan hier de tekst naast. Maar ik kan natuurlijk variëren door deze 2 te gebruiken en deze 2 te gebruiken en in het midden iets anders neer te zetten. Zo heb ik wat vrijheid in mijn layout en toch werk ik netjes langs 5 kolommen. Als ik naar de pagina's ga, die hier bovenaan staan, dan zie je dat je nu 10 pagina's hebt
die je klaar hebt gemaakt. De eerste staat nu aangeklikt en daar zou je wat op kunnen zeggen. Maar wij gaan niet met de gewone pagina werken, wij gaan met de stramienpagina werken. Die eerste pagina, dat wordt eigenlijk meestal de voorkant. We gaan naar de A-stramien. Als ik hierop klik, zie je dat alles een A-stramien krijgt. Ik klik hier op dubbel. Deze twee pagina's, ik ben nu in deze pagina bezig, maar deze twee pagina's komen naar voren. Wat ik op de A-stramien ga maken, dat komt overal op. Dus als ik hier, zoals ik in het voorbeeld heb gedaan, een rechthoek maak, die is nu niet gevuld, maar ik zal hem even vullen, dan zie je die rechthoek die ik hier bovenin gemaakt heb, staat op iedere rechterpagina. Dat kan heel handig zijn als je iedere keer hetzelfde terug wil laten komen. Dat geeft dus regelmaat. Bijvoorbeeld als je in je werkstuk ieder hoofdstuk op een bepaalde manier wil laten beginnen. Of in je tijdschrift iedere keer een bepaalde indeling wil houden en daarin verder variëren. Dat variëren doe je dan in deze onderste gedeeltes. Ik haal dit even weg, Ctrl-Z. Dat is het eerste wat je moet bekijken. Het tweede is, als je een werkstuk of een tijdschrift gaat maken, dan heb je te maken met achtergronden die je wil hebben. Je hebt te maken met foto's, je hebt te maken met tekst, je hebt te maken met koppen. En al die zaken, die gaan door elkaar heen spelen. Soms ga je tekst over een foto heen zetten. Soms ga je tekst door de achtergrond heen zetten. Het is handig om dat in verschillende lagen op te zetten. Want als je verschillende lagen hebt, dan kun je die op slot zetten. En dan weet je zeker dat als je met kopjes bezig bent, dat je niet ineens een foto kwijt bent of zoiets. Dus daarvoor gaan we naar lagen. En je ziet dat we hier in laag 1 zitten. Nou, laag 1. Ik klik erop en er komt een linkje zodat ik hem kan veranderen. Ik ga even van achter naar voren. Achtergrond. Hierop kan ik bijvoorbeeld de kleurtjes van de pagina zetten. Alles wat op de achtergrond zit, zit nou op deze. Als ik hier ga staan, kan ik een tweede laag erop zetten. Ik klik hier weer en ik zet hier de foto's neer. Meestal is het zo dat de foto als achterste gedaan wordt en daar overheen komt nog wel eens tekst. Of daar overheen komen kopjes. Dan is het dus handig om de foto's op de achtergrond te doen. Nou, dat is de volgende. Even klikken en je ziet hij staat er boven. Nog een keer klikken. Die noem ik nu kopjes. Dat zijn de titels en dergelijke. En ik doe er nog een. En die noem ik tekst. Zo heb ik 4 lagen gemaakt. Die 4 lagen die kan ik ten opzichte van elkaar op slot zetten. Als alles op slot staat, kan ik helemaal niks doen. Je ziet ook dat hier een streepje door mijn potloodje staat. Ik kan hier niks. Als je hier hem eraf haalt en je gaat hierop, kun je nog steeds niks. Waarom is dat? Nou, omdat er geen laag geselecteerd is. Als ik hier naar achtergrond ga, dan zie je dat ik hier wel wat zou kunnen. Ik zou hier een vierkantje kunnen maken.